Hoi lieve mensen, leuk dat je kijkt naar mijn kanaal. Mijn naam is Dede. Vandaag ga ik verder met het voorzaaien voor dit moestuinseizoen. En ik ga aan de slag met het zaaien van auberginezaden. En daarvoor heb ik dit keer iets anders meegebracht dan een gewoon kweekbakje. Ik heb namelijk een bakje van de druiven meegebracht met een klepje erop. En deze bakjes kun je prima gebruiken als kweekbakje voor bijvoorbeeld aubergine, maar ook voor paprika, peper. Is dit erg nuttig om te gebruiken. Dus een handige manier om dingen te recyclen en minder geld uit te geven aan je moestuin. Wij gaan zaaien. Ga ik nu proberen om het wel binnen beeld te doen. Vorige keer met de paprika zaaien was het een beetje buiten beeld, dus dat was erg jammer. Ik heb dus mijn bakje van de druiven, die ga ik vullen met potgrond. En ik heb dit keer door de potgrond wat kokos gemengd, omdat ik toch wel vond dat de potgrond wat compact was. Je kan zaaien en stekgrond gebruiken, ik doe dat eigenlijk nooit. Dit is goedkoper. En eigenlijk ligt er altijd wel ergens een zak, dus dan hoef ik niet speciaal naar de winkel. Ik vul mijn bakje aan. Druk de grond goed aan. Dan kan er nog wel een beetje bij. Het leuke van zelf groenten kweken is dat je kan kiezen uit verschillende rassen. En van de aubergine kennen we allemaal wel de paarse aubergine. Maar er zijn nog heel veel meer varianten. Er is gele aubergine, witte aubergine, zelfs een klimvariant. En er zijn verschillende varianten die je kunt kweken in potten. Die allemaal wat kleiner blijven. Ik gebruik dit jaar twee verschillende rassen. Ik zal ze even bijzetten. Dit is een wat kleinere, dikke aubergine. En deze is een langere, dunne aubergine. Ik had hier nog zaden voor. Misschien dat ik nog zaden bestel voor een klimaubergine, want dat lijkt me ook wel leuk om een keer uit te proberen. Dus misschien dat ik dat nog ga doen. De auberginezaadjes zijn best wel klein. Eigenlijk nog net iets kleiner dan de paprikazaadjes. En je zaait aubergine ongeveer een halve centimeter diep, dus niet heel erg diep. Ik ga ze dit keer zaaien door de zaadjes op de grond te laten vallen. Of onder mijn nagel te stoppen, dat kan natuurlijk ook. We hebben er niet zo heel veel aan, denk ik. En dan gaan we ze zo afdekken met wat aarde. Even kijken, ik heb hier 6. Ik zaai ze best wel dicht op elkaar, want we gaan ze later verspenen. Op het moment dat je nu, het is nu februari. Het is 7 februari uit mijn hoofd. Op het moment dat je nu zaait, dan kun je ongeveer aubergines gaan oogsten vanaf juli tot en met september. Dus daar verheugen we ons alvast op. Deze nog even. Voor aubergines is het belangrijk dat je ze voldoende warmte geeft. Net zoals hetzelfde verhaal als met de paprika's en de pepers. Ze hebben gewoon veel warmte nodig om te ontkiemen. Krijgen ze niet voldoende warmte, dan gebeurt er niks. Dus heb je aubergine gezaaid en er komt niks op, dan moet je ze misschien wat meer warmte geven. Je kunt ze warmte geven door ze boven een verwarming te plaatsen. En ik gebruik mijn propagator, die staat hier achter. Ik heb een verwarmde propagator. En die gebruik ik om mijn plantjes wat extra warmte te geven. Maar als je die niet hebt, lekker bij de verwarming in de buurt het warmste plekje van je huis geven. En dan komt het helemaal goed. Ik doe daar een beetje aarde overheen. Niet te veel, zoals ik zei, ongeveer een halve centimeter diep. Dan geef ik ze met mijn nieuwe plantenspuit van de Action. Hij is van glas, ik vind hem helemaal leuk. Grow my plant staat erop. Ik vond het leuk, dus ik heb hem gekocht. En mijn andere plantspuit was stuk, dus ik had sowieso een nieuwe nodig. Ik geef ze wat water. Ik doe het kapje dicht, zodat ze wat warmer staan. Boven in het kapje zitten gaatjes, dus dat is goed voor de ventilatie. En dan gaan ze op mijn propagator. En dan zijn we alweer klaar met het zaaien van de aubergines. We zijn nog helemaal niet klaar met het zaaien van de aubergines, want ik vergeet iets. En dat is best wel belangrijk als je een moestuin hebt. Om je plantjes te labelen. Ik had even kijken, deze had ik hier. Die heb ik daar. Ik leg de labeltjes erbovenop. Yes, dat waren deze. Ik heb aan de ene kant het ras erop geschreven en aan de andere kant simpelweg aubergine. Hij staat op zijn kop, aubergine. Zodat ik later, als ik de plantjes ga verspenen, weet wat wat is. Dus nu gaat hij dicht, gaat hij op de propagator.
En zijn we klaar met de aubergine zaaien. Nou, dat was best simpel, toch? Aubergine zaaien is niet moeilijk. Eigenlijk is niks zaaien echt moeilijk. Belangrijk voor de aubergine is, geef ze voldoende warmte. Geef ze op het moment dat je plantjes opkomen, geef ze dan ook echt voldoende licht. Ik heb hier een groeilamp staan waar de meeste van mijn plantjes deze periode van het jaar onder gaan. Om ze voldoende licht te geven, zodat het niet hele lelijke slungelige planten worden. Maar op het moment dat ze nu, hoe hebben ze nog even niet heel veel licht nodig. Ze komen vanzelf op. Ja, hou ze warm, geef ze voldoende licht. En op het moment dat ze zijn opgekomen en ik ze ga verspenen, dan ga ik dat ook weer voor jullie filmen. En laten zien hoe ik mijn plantjes dan weer oppot in andere potjes. Vond je deze video leuk? Geef me dan een duimpje omhoog. Wil je meer zien van dit soort video's? Abonneer dan op mijn kanaal. Want ik ga dit jaar zeker meer video's maken over moestuinieren. Maar ook over dingen zoals wekken en inmaken. Dus wil je dat gaan volgen? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan wens ik jullie voor nu een hele mooie en een hele fijne dag. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!